Hallo, welkom in de eerste les over timing. Ja, Michael Brecker die nam ooit een plaat op met de veelzeggende titel Time is of the essence. Hè, time is wel heel erg belangrijk. En met timing kun je namelijk een bepaald gevoel oproepen in de muziek. Een jachtig gevoel of juist een heel ontspannen gevoel. En om jou bewust te maken van de soorten timing die er zijn, ga ik eerst eens even met behulp van een meespeeltrack dat demonstreren. Je hebt bijvoorbeeld de timing on top of the beat. Die is heel erg voorin en heel erg pittig klinkt dat. Nou, ik heb een track in de toonsoort C mineur. Speel je een S-instrument is dat A mineur. Speel je een B-instrument dan is dat D mineur. En ga maar eens oefenen om voor in de tel te spelen. Als, met een hele gehaaste feeling. Dat zou als volgt kunnen klinken. Je hoort, ja, het is nogal ongemakkelijk, hè, want het zit eigenlijk de hele tijd voor de muziek uit, voor de troepen uit. De andere kant, dat is de laid-back timing. Dat is een timing waarbij je eigenlijk steeds te laat speelt. Nou, dat zou als volgt kunnen klinken. Op zich klinkt dat wel lekker jazzy, maar omdat het zo laid-back is, klinkt het eigenlijk ook een beetje zwaar. Ik zou zeggen, de waarheid die ligt ergens in het midden en dat is een beetje een smaakkwestie. Maar ik ga je in ieder geval helpen in de volgende video om jou bewust te worden van de timing. En dat doen we aan de hand van een track, van deze track in de swing groove. Dus ik zie je graag terug in de volgende video.